bubbly, bubbly. High five. All right, babe. Het is gelukt. Toppie. Yo. Bubbly, bubbly, bubbly. Oké, ik ben weer terug en ik heb ook weer fanpost gekregen. Joehoe, daar hou ik echt super veel van, want ik ben super benieuwd wat er dan weer in zit. En ik begin met een kleintje. Dus ik leg die grote even aan de kant. En ik heb net ook die robot opengemaakt. Oké, ik ga hem. Ik denk dat het ook wel zo kan, denk ik. Oké, ik ga het echt op de andere manier doen. Namelijk knippen, oké. Oké, wat? Er zitten Pokémon-kaarten in! Ook hier een brief. En die, ik hou echt die. Nou ja, ja. En ik doe hem even zo open. Ik ben echt hier niet goed in om dingen open te maken. Oké. Ik haal het eruit. Ik laat de Pokémon-kaart even liggen. En ik ga lezen wat er op deze brief staat. Kijk, hoe zit die brief? Oké. Ik ga het lezen. Hoi, Bobbly Marijs. Ik ben van Fabina. Fabine. En ik hou veel van jouw video's. Oh, dank je. Hou jij ook veel van lol spullerissen? Ik kijk alleen op jouw kanaal en Facebook kanaal. Ja, ik heb een Facebook kanaal. Je bent lief en aardig. Groetjes van Fabine. Oh, dat is echt zo'n lieve brief dit. Echt super lief. Oké, ik ga deze lezen. Ik ga kijken wat het allemaal is. Ik begin met een Nidank. Die zijn echt wel super leuk. En de volgende is een Primluk. En deze is een vergroter, zie ik. Want dit zie je dan hier in de hoek. Ik weet niet of je dat wat kon zien. Hier, daar zit dat. Oké, dan heb ik hier de Volbat. Oh, die is echt nieuw, de Volbat. Die heeft papa pas sinds vandaag. Die is nieuw. Die is nieuw, want die heeft papa sinds vandaag. Wat? Die is... Oh, oké. Deze, de... Yashun. Oké, Yashun. Oké. Ik zal hem even laten zien aan jullie. De Yashun. Oh, deze. De Gloon. Maar die heb ik heb deze volgens mij nog nooit gezien eigenlijk. Tenminste, ik heb deze Pokémon-kaart nog niet. Dus echt super bedankt. En de Snee also. Ja, ik lees het even een beetje verkeerd. Die is wel duur bij de zwarte serie. En oh, de Ditto. De Ditto. Oh, de Ditto is zo leuk altijd. Die doet zo. Alsof er glas voor zit, de Ditto. Die is echt super leuk altijd, de Ditto. Die is echt super leuk. Oh, deze. De Munchlax. Maar ik heb deze nog niet. Maar ik ken die wel een beetje van Pokémon, die. Deze, oh, die. Dus... Loops. Die heb ik echt nog nooit gezien, die. En echt super bedankt voor al deze Pokémon kaarten. Ik hou echt super veel van Pokémon kaarten. Die ga ik echt super goed bewaren en in mijn map stoppen. En dan gaan we nu door met de volgende. Die ga ik echt super goed bewaren hoor, die. Even kijken. Oké, ik doe hem even zo open hier. Oké, ik doe deze wel even met de schaar. Oké, ik heb hem opengemaakt. Wat? Hier zit zo veel in. Oké, zij... Oh, poesje, poesje, poesje. Oh, ik hou van poesje, ik hou van poesje. Sorry. Oh, zo'n klein poesje. En de eerste brief. Ik ga openmaken. Oh, oké. Hier staat ze echt hartstikke. Als je mij hier... Oh, wacht. Deze hier moet ik zijn. Hoi, lieve Bobbly. Ik wil je heel veel
complimentjes geven voor de felle mooie filmpjes op jouw YouTube. Leuke YouTube. Ik ben een oma en heb 3 kleinkinderen, waarbij vinden je filmpjes klamaal te gek. Ga vooral zo door. Heel veel groetjes van oma Marjan. Schreef veel. En als je mij een berichtje via de PC wil sturen van dat naar... dat hoef ik niet te lezen. Oh, dit is zo'n schattig plaatje. Oh, ik hou zoveel van... Nog een busje. Oh, ik hou ervan. Oh, dit is zo'n lekker kaartje. Oh, dat is kippen. En heel veel groetjes. Heel veel groetjes van onze hond. Bij Gert Keitels. Dat is een Finse naam. En fan beter dan je wit. Nu hun jij ook een woordje Flinsfinland. Oké. Oh, dan gaan we naar de schattige kettetje. Ja. Heel veel groetjes van onze poezen. Oh, meisje en poekie. Nou, ik vind ze echt super en super gaaf, deze kaart. En echt, ik ben er zo verschrikkelijk blij mee. En vooral met de Pokémon kaarten en met de schattige, poesjes, want ik hou echt verschrikkelijk veel van poesen. Dus ik ben er echt super blij mee. Oh, jee. Oh, ik vind ze zo verschrikkelijk cool. En deze? Wat is deze? Wow, oh, die haartjes. Oh, ze is zo cool. Oh, ik ben er gewoon verliefd op geworden, joh. En dan deze mooie brief. En dan weer een mooie, super mooie brief. En dan al deze kaartjes. Nou, ik ben er echt super en super blij mee. Ik vind het echt super vet. En ik ben heel dankbaar dat je deze mooie kaart hebt gestuurd. Lieverd, want ik vind het echt super cool en super gaaf. Dus ik ben echt wel heel blij dat je deze hebt gestuurd, want ik hou van poezen en ik hou